Hoi en welkom bij Nieuwe Let's Play. Nou, welkom dus bij Nieuwe Let's Play. Bla bla bla, dit is en dat. Ja, ik had het echt een heel 10 minuten opgenomen. Vol gepraat over stuff. Komt erop neer dat ik net als Steve als de race deed, stalkers had. Nou ja, jammer dat het... Maakt niet uit. Wow, dit was echt een sprong van... Oh my god, coolheid. We moeten nu voor quests deze bezorgen. Lina is ook wel opnieuw. Ik heb een GoPro. Nou ja, GoPro. Het is niet een echte GoPro. Even kijken. Ligt die hier toevallig in de buurt? Ja, daar ligt die. Ik zal hem even heel snel pakken. Zo. Het is in principe het gewoon hetzelfde. Ik weet eigenlijk niet wat het merk is. Want de doos heb ik hier nog. Die kan ik zo pakken. Ik ben aan de andere kant van mijn kamer. Mijn dingetje is zo lang. Sportscam. Waterproof. Ja, hij kan op 30 meter onder water, maar even kijken. Alleen het jammer is dat er dan onderin staat de tekst van wanneer het is opgenomen en zo. Als je snapt wat ik bedoel. Maar dat kan ik er altijd nog afknippen. Ik probeer nu zo'n hoofddeksel ding te krijgen om dan te paard te rijden. En dat ik kan filmen op kamp. Ik moet alleen... Ja, ik heb al een USB en zo. En een gebeuren en chips. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Dus wat zou je vinden als ik ook real paard filmpjes ga maken? Of vloggen en zo. Gewoon variatie. Maar leuk toch? Dan wordt het gewoon zo'n echt een oergezellige paardenkanaal. Is het toch al. En ik heb weer op Star Stable een oude vriendin gemiet. Robin! Ze is echt een hele aardige. Wauw, ze is echt een hele aardige. Klinkt echt zo van, ze is een ding, weet je. Nee, ze is een vriendin van mij. Ik was ooit op zoek naar verzorgpony. En ja, ik had die bij haar best wel gevonden. Saturn, een soort IJslander-achtig iets. Ik bevind ze een vuilnispak, dus. Ja, en dat ga ik van de zomer weer doen. Ja... En gaan we heel veel filmen. Ja, heel veel filmen. En foto's maken. En gezelligheid. Vloggen. Ja. Dus als jullie het leuk vinden. En jullie willen misschien filmpjes zoals springen. Of westeren. Of je weet het wel. Oh ja, de race. En even kijken. Ik heb een nieuwe reputatie van de vorige quest. Oh, dus hier. Ricky Winterwell. Het is nieuw. Hij staat hier in... Hoezo staat deze nu hier? Waar krijg ik dan hier? Ja, ik krijg dan reep. Oh, dan moet ik dit allemaal weer opnieuw doen. Oh, sorry voor dat geluid. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Dat is mijn WhatsApp-app. Even kijken wat ze hebben gezegd. Oh my god. YouTube-reactie. Nou, ik heb dus mijn hele coole GoPro. Kwaliteit is goed, redelijk. Het is te doen. Ik mag niet klagen. Oh, moet ik dit weer opnieuw doen? Bleh. Nou, ik ben een reputatiefreak, dus... Ik ben sneller dan Ricky. Lol. Dat is even anders pak. Doet... Ik ga Star Stable geluid aanzetten. Even een krantje. Godverdomme. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god, ik schrok me dood. Die toeter is niet goed voor mij. Oh, hartverzakking. Ik heb nooit het geluid van Star Stable aanstaan namelijk. Ik had een muziekje op of zo.
op video, of ik kijk video's terugspeel. Oh my god. Ik wil een muziekje van Star Stable. Dit is saai. Doet. Waarom schrik ik steeds van dit geluid? Je loopt maar. Ik wil muziek. Geef me muziek. Oh ja, de allerhandigste tip is als je in Epona bent en een IJslander hebt, ga tilten. Ja. Ik snap nu nog niet waarom, maar ik zal het laten zien. Hier, vuilniszak oppakken. Dan kan je gewoon doorrennen. Kijk, want je kan met deze vuilniszak alleen maar in galop. En volgens mij is het tilt sneller. Maar je kan ook afstappen. En opnieuw opstappen. En dan kan je gewoon weer voorrennen. Super chill. Maar als je bijvoorbeeld kort afstanden moet rennen, ik ben nogal vrij lam om de tijd op en af te stappen. Oh my god, de muziek hier. Nou, laten we dit even lekker gaan tilten. Tilt. Dit muziekje. Ja, abonneer je allemaal op het kanaal. Hashtag. Degene krijgt een die krijgt een vriendelijke handdruk als hij weet hoeveel hashtags daar staat. Mech. Ik zeg mech in de Globel. Kijk of ik reacties krijg. Mech. Heel veel mensen gaan ook meteen zeiken als ik iets zeg. Ik ben niet populair. Ik hoef niet populair te zijn ofzo. Ik wist niet dat je hier reputatie van krijgt. Oké, het is chill. We gaan vanaf nu gewoon altijd die reputatie doen. Jee, vriendelijk. Chill. Waarom ga ik naar de IJslanders? Ik heb ze toch allemaal al. Ik krijg misschien starcoins. Ja. Dan gaan we een Morgan kopen. En dan gaan we die Bigfoot noemen. Of Scarlet Kid. Hihi. We gaan de race doen. Ja. Want ik wil deze level 5 hebben vandaag. Hoor het geluid ineens, hoor ik overal vogeltjes en zo. Ja. Wow. Ineens is de groep waar ik in zit, de Oreo Squad, veranderd in een andere naam. Wow. En dan zit ik ineens in een YouTube groep. Wauw. Ik zat eerst... Oh my god, dit is muziek. Zo. Ik zat in een groep. Hobrissen. Ik speel ook Hobrissen. Voeg me toe. Ik heet Lona. Ja. L-O-N-E. Dat is mijn naam. Heel kort. Heel krachtig. Een soort loner. Maar dan zonder die R. Dus ik vind het wel fabulous. Scarletto... Oh my god. Mensen, jullie hebben echt de raarste bijnamen voor mij. Ik hoop dat dit keer niet faal. Want ik faal altijd met deze race. Meerdere keren. Dus, want deze tijd dat je moet rennen is best wel kort. 8 seconden. Dus als je faalt, heb je pech. En als je het dan nog haalt, dan heb je echt heel veel geluk. Zo, ik heb even de opname opnieuw gedaan. Even kijken of het nu lukt. Want mijn vorige opname was helemaal weg. Dat was een vet zonde. Nou. Ik
probeer hier een niet zo lange let's play van te maken. Waarschijnlijk gaat het niet lukken, maar dat maakt niet uit. Ik wil het wel graag met haar kan je eens. Iho, rennen beesten, rennen. Ook zwom, lol. Oké. Op het moment heb ik, even kijken, als ik nu opneem. Ah, telefoon werkt mee. Oh, ik kan even opletten. Heb ik 580 abonnees. Ja, 80. Wauw, dat gaat snel. Oh my god. Wat denken jullie van een fandag ooit? Dat ik dan jullie allemaal mijn vrienden, dan ga ik lekker opnemen. Lijkt me wel gezellig. En dan gaan we sowieso naar het Fort Pinta strand, want dat is mijn favoriete plek nu. Want daar kan ik heel veel durpen. Oh, ik heb toen zitten durpen bij de Fort Pinta strand en toen viel mijn schooltas om. Er heerst een spook hier. Ik zal even kijken of ik dat filmpje kan plakken en of ik het niet vergeet. Anders staat het op mijn Instagram. Volg mij, ik heet scarlet.wolfvalley. Wauw. Waar gaan we nu heen? Ik heb Epona helemaal gehad. Dat was Steve. Ja, Steve. Oh, ik moet even dat dingetje voor mijn GoPro hebben. En dan kan ik heel veel leuke dingen filmen. Voor mijn cap. Ja. Ah, schade. Zo. Wow. Zo, ik heb mijn GoPro. Hij kan ook onder water, dus ik kan ook ooit gewoon ja, vloggen onder water. Dat lijkt me zo vet. Al deze mensen. We gaan naar Marley. Ik heb even zin om naar Marley te gaan. Al die mensen, abonneer op mijn kanaal, abonneer op mijn kanaal. Mensen, waarom doen jullie dat? Ik ben ook groot geworden, nou groot. Ik heb eigenlijk nooit zelfpromotie gedaan via het chat. Dat vinden veel mensen niet leuk. Je moet gewoon ontdekt worden. Niet iedereen vindt je leven leuk. Ik wou zeggen, oh, mag ik wel deze kopen? Of deze? Die heb ik al. Ik wil misschien deze. Een keer. Of deze. Of deze. Deze is zo lief. Is de paardenmarkt ergens? Waar is de paardenmarkt? Ah, die wordt toch ergens opgebouwd? Wacht, nu zoek ik het op ook. Ik heb hier... Wauw. Ja. Mensen, alsjeblieft, ga niet vragen aan mij of ik meer codes weet. Ik upload altijd op mijn kanaal. Meer kan ik niet doen voor jullie. Ik kan wel meer doen. Meer video's maken. Ja, maar dat is weer wat anders. Ah, vriendschapverzoek. Laten we die accepteren. Mooi opgeruimd. Oh nee, hack. Lola, deze. Ik heb altijd struggles met sturen. Stuur ik naar de verkeerde persoon. Dat vind ik zo stom, moest daar echt te fixen. Meh. Waar gaan we heen? Oh, deze muziek is meeslepend, jongens. Meeslepend. Ja, ik heb het Lola is aan het chatten met mij, zo ja, als ik dat stoort. Ze heeft ook een eigen pony. Daha. Apling. Ah, ga weg. Waarom gaan we hierheen? Hallo Alex. Is alles met flex? Weet je, dit vind ik de mooiste arabier ooit. Maar ik haat arabieren.
Ik vind het jammer dat deze kleur niet in IJslander is. Oh my god, dat zou zo geweldig zijn. Het is een paard die ik wel wil. Nou ja. Ho. Dan sluit ik denk ik hierbij deze let's play af. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. Deel me met vrienden altijd. Ik ben awesome en jullie ook. Want wolven zijn awesome. En moeten wolven komen op Star Stable? Oh wacht, die zijn er al. Laten we er magisch naartoe teleporteren. Zie je mijn magische teleporteerkrachten? En omdat deze magische wolf met veel te scherpe tanden aan het vliegen is met veel te grote poten, sluit ik hierbij nogmaals de let's play af. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En natuurlijk om meer schattige IJslanders te zien. Nee, grapje. Tot de volgende keer. Doei doei!